Welke leiderschapsstijl hanteer jij? En hoe kun jij met meer kennis over verschillende leiderschapsstijlen mensen inspireren en motiveren? Een leiderschapsstijl is zoveel meer dan een weergave van je persoonlijke eigenschappen. Het is een strategische keuze. Een gerichte actie op basis van jouw kennis, jouw vaardigheden en jouw situatie. We weten uit onderzoek dat leiders die hun medewerkers inspireren en motiveren, een hogere betrokkenheid hebben. Een hoge medewerkersbetrokkenheid zorgt voor continuïteit en betere resultaten. Het kunnen inspireren en motiveren van je mensen is dus een zeer belangrijke vaardigheid om te leren. Onderzoekers Zenger en Volkman hebben 6 verschillende leiderschapsstijlen van inspireren en motiveren geïdentificeerd. Iedere stijl legt een ander accent. Let wel, de meest succesvolle leiders zijn in staat 2 tot 3 van deze stijlen zeer krachtig in te zetten. Van alles een beetje is niet de route naar succes. Ook hier geldt, laat zien waar jouw kracht en focus zit. De eerste stijl is die van de motivator. Ben jij iemand die passie, vitaliteit, sterkte en kracht toont? Ben jij eerder dynamisch dan passief? Meer extravert dan introvert? En ben jij goed in het creëren van energie? Dan ben jij een motivator. Als motivator moedig je jouw team aan actie te ondernemen. Jouw medewerkers zijn en blijven enthousiast, ook als het moeilijker wordt. De uitspraak die voor jou van toepassing is: ik deel mijn enthousiasme voor de opdracht en vertrouw op de positieve besmetting hiervan. De visionair. Als visionair ben jij helder en concreet. Je denkt vooruit en strategisch. Je maakt uitdagende doelen haalbaar en jij zorgt ervoor dat medewerkers een nieuwe richting inslaan, het einddoel voor ogen houden en niet verdwalen in details. Ze weten goed hoe hun werk bijdraagt aan de grotere organisatiedoelen. Ze kennen namelijk jouw visie. Jij zegt over jezelf: ik ontwikkel nieuwe strategieën voor het team om onze doelstellingen te bereiken. En dan de ontwikkelaar. Jij bent sterk gericht op het creëren van positieve relaties en bent geïnteresseerd in de ideeën van anderen. Je hebt respect voor anderen, blijft positief en probeert het beste uit het team te halen. Je neemt het team mee, voorziet ze van de juiste inzichten en moedigt ze aan. Medewerkers voelen zich daardoor gewaardeerd en gerespecteerd. Er zijn weinig tot geen conflicten en er is een gezonde concurrentie. Dus als ontwikkelaar stimuleer ik een grotere samenwerking en vertrouwen tussen mijn teamleden. De expert. Jij bent een expert en levert waardevolle en actuele informatie aan jouw team. Je vergroot zo de kennis en inzicht van jouw team en gebruikt jouw persoonlijke expertise om oplossingen te implementeren. Je kan snel en succesvol de beste oplossing voordragen en maakt complexe problemen behapbaar. Als expert stel ik mijn kennis en expertise ter beschikking om mijn team met een gericht plan te ondersteunen. De principiële stijl. Integriteit staat bij jou voorop. Je moedigt anderen aan regels te volgen en procedures vast te stellen. Je doet wat je predikt en fungeert zelf als rolmodel. Je vraagt anderen niet compromissen te sluiten over wat juist of ethisch is. Je vindt het belangrijk dat medewerkers voldoening halen uit het nastreven van een waardevol doel. Een doel dat groter is dan zijzelf. Jouw inzet is: ik herinner mijn mensen dat anderen buiten ons team op ons moeten kunnen rekenen. Ten slotte de aanjager. Je wilt doelen bereiken, komt deadlines en verplichtingen na, ongeacht wat daarvoor nodig is. Jij vindt op tijd zijn en binnen het budget blijven belangrijk. Medewerkers krijgen energie doordat jij meetbare en concrete doelen stelt. Ze zijn sneller geneigd uitdagingen te overwinnen die veel inspanning en energie vragen, omdat ze snel en daadkrachtig reageren. De aanjager zegt: ik stimuleer een sneller tempo en focus met het team op het behalen van deadlines. Als we deze 6 stijlen bezien, is de vraag: welke stijl of stijlen hanteer jij als leider? En welke is voor jou, gezien hetgeen je met je team wilt bereiken, ook het meest zinvol? Wees je bewust van je situatie en de impact van een bepaalde stijl. Het altijd eenzijdig inzetten van één stijl kan ook negatieve bijwerkingen opleveren. Zorg ervoor dat je de verbinding maakt en houdt met je medewerkers en krachtig en duidelijk blijft communiceren. Inspireren kun je leren. Het is belangrijk dat je jouw persoonlijke leiderschapsreceptuur bewust kiest.
en zo je eigen succesformule inzet die het beste past bij jou en de organisatie. Veel succes met het inspireren en motiveren van jouw omgeving.